Personeelsleden van de regionale gezondheidsdienst, RGD, waren vanmorgen zo verhit dat zij naar het kabinet van de vicepresident zijn gelopen om hun misnoegen te uiten over de werkwijze van hun bond onder leiding van Narendorp. De verpleegkundigen zijn de situatie beu dat de bond zonder hen te raadplegen beslissingen neemt. Verpleegkundige Melinda Gayadar las namens de groep het brief voor aan vicepresident Brunswijk die hen te woord stond. Verder heeft de voorzitter van de BPRGD ons, de leden, niet eens bijbetrokken om overeenstemming te bereiken over de bedragen van lumpsum en eenmalige uitkering over het jaar 2020. Wij zijn niet tevreden met de bedragen. Op 15 juli zijn er gesprekken gepland over CAO-onderhandelingen over het jaar 2021. Wij leden van de bond weten niet eens wat de voorzitter allemaal gaat vragen. Hoeveel procent salarisverhoging? Welke toelages worden verhoogd? Wat krijgen we allemaal? Vecht hij ook voor vervoerstoelagen voor ons? Niets is duidelijk bij deze voorzitter. Gezien de werkwijze van onze bondsvoorzitter hebben wij geen vertrouwen meer in hem. Daarom is er besloten om zelf op te komen voor onze belangen. Goed, mevrouw. Hebt u de petitie in ontvangst genomen? Jawel. U weet dat deze regering neemt alles serieus en alle rechten wat een mens heeft, moeten we ook nakomen. Als u recht heeft op verhoging, recht op wat, als je werkt, hebben we aandacht daarvoor. Ik ga me speciaal inzetten voor jullie, die punten die jullie hier hebben vermeld. Kijk, vandaag om 11:30 al bij de president. Ik ga met de president praten. En dan heel duidelijk, concreet aangeven wat jullie hebben gezegd. Ja? Ja? En we gaan jullie in de steek laten. We gaan zeker ernaar kijken. Maar in ieder geval, jullie vertrouwen opgezegd in de bondvoorzitter. Maar ik doe toch een verzoek op jullie om, omdat de bond voor jullie moeten onderhandelen en dat hij met jullie kunnen praten. Ja. Maar die belangen van jullie moet hij inderdaad behartigen. Gayadar legt verder uit dat omdat de directeur van RGD niet beschikbaar was, zij ervoor hebben gekozen om naar de vicepresident te stappen om gehoord te worden. Maar in het verleden is het ook gebeurd dat de onderhandelingen plaatsvinden, achteraf worden we geroepen. Er is zo bereik. Toch, en dan is het meestal al getekend, toch waardoor wij akkoord moeten gaan. Specifiek, wat willen jullie dat de VP voor jullie moet klaarspelen? Bijvoorbeeld die lumpsum, dat het, we hebben begrepen dat we maar 4000 SRD krijgen, maar we vinden het weinig. Dus als die lumpsum verhoogd kan worden, we willen onze AKB's samen gelijkstellen met die van de overheid. Onze CAO-onderhandelingen in procenten. Toch? Want we hebben via vernomen dat het 7%, want we weten niet in hoeverre het waar is. Maar 7% is niks in deze tijd. Toch? Als je naar de winkel gaat, alle prijzen in de winkel zijn hoog. Je komt niet uit. Je komt niet uit met je salaris. Melinda Gayadar, verpleegkundige van de regionale gezondheidsdienst RGD. De vicepresident heeft aan de verpleegkundigen gevraagd de rust te bewaren en beloofde hun probleem te zullen voorleggen aan president Santokki.